Welkom bij deze video. Super leuk dat je kijkt. In deze video ga ik mijn kamer een makeover geven. Ik heb nog nooit mijn kamer veranderd, dus ik vond het tijd voor verandering. Zoals je kan raden, ga ik jullie meenemen in dit proces. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk gaan vinden. Veel kijkplezier! De grootste reden dat deze video een jaar heeft geduurd is omdat ik niet echt een plan had hoe ik mijn kamer wilde veranderen en ook niet echt wist waar ik moet beginnen. Soms heb ik er gewoon een maand niet aan gewerkt omdat ik gewoon geen inspiratie had wat ik wilde en dus ook geen motivatie om te beginnen. Maar ja, gelukkig is mijn kamer nu af na een jaar en een paar maanden. Het is zoals het is. Het proces gaat zoals het gaat. Dus ik laat jullie in deze video zien hoe ik van een tienerkamer naar een wat volwassere kamer ga. Ik weet niet of dat een woord is, maar oké. In ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel. Naar een kamer gaan wat nu bij mij past. Ja, veel kijkplezier! Hoi allemaal, ik heb nog niet tegen jullie gepraat vandaag. Maar ik heb deze drie kaartjes uiteindelijk gekozen. En de kleuren zijn hortensia, gestrikt en kade. Ze passen wel goed bij mijn vloerbedekking, denk ik. Ik ga waarschijnlijk ergens deze week, ergens aankomende week, ga ik beginnen met schilderen. Wat splinten, wat muren, I don't know what. Maar in ieder geval daar ga ik dan mee beginnen. Dus ja, dat is wat ik net heb gedaan. Hier een before van hoe mijn kamer er nu uitziet. De zon is een beetje fel voor mijn ogen, maar dat maakt niet zoveel uit. Het is nu avond en mijn moeder vroeg net of ik mee wilde gaan verf halen voor mijn kamer. Want ik heb, zoals jullie hebben gezien, kleurtjes uitgekozen voor de muren. Of, nou ja, niet de muren, gewoon voor mijn kamer. Welke kleuren ik wil. Dus die verf gaan we nu halen. Dus ik neem jullie gezellig mee. We hebben de verf. Dit wordt dus allemaal een andere kleur, dus dat vind ik echt heel eng. Maar ik ga even genieten van onze lunch. Mama heeft een hoenkaasbroodje. Eeuw. De eerste is af. Dit is helemaal af. Mama die stelde misschien ook voor om alvast de muur op mijn kamer te verven, want die heb ik al gescheurd. We zijn even klaar voor nu en ik ga nu even wat eten en wat drinken en even een break nemen. En de eerste laag zit erop. Het is echt heel anders geworden. En toen was het tijd om mijn ladekast op te ruimen. Ik begon met de meest volle la en dit was de troep. Dus dat ging ik uitzoeken en sorteren. En dit doe ik bij alle lades. De dag daarna ging ik mijn witte muren opnieuw schilderen, dus dat zie je hier. Dezelfde dag ging ik mijn ladekast schoonmaken met een doekje en later heb ik het weer gestofzuigd, zodat mijn spullen er weer schoon in kunnen liggen.
guys, het is vandaag 27 juli en we gaan nu naar de IKEA om even te kijken voor wat spulletjes. Voor Time is een nieuw bed en voor mij mijn nieuwe bureau. Dus daar ga ik jullie meenemen. Oké, we zijn nu aan het kijken voor kussens en ik heb een paar gevonden die ik misschien wel wil. Ten eerste deze, hij is gewoon super zacht. En bij deze is ook het heel fijn. En dat zijn deze twee kussentjes. We gaan deze meenemen, want deze vinden we erg leuk. Oké, ik ga als eerst beginnen met het kussentje waar ik het excitedst, is dat een woord? Excitedst, het enthousiast over ben. Deze is het. Ik ga deze openmaken. Let's go. Ha. Ik ga dit er nu even omheen doen. Ja. Het voelt als een heel lekker kussen. Hey guys, het is vandaag, weet ik niet, 16 augustus volgens mij. We gaan vandaag de plinten verven bij mijn bed en bij mijn kast en bij mijn ladekast. Ik ga vandaag weer aan mijn kamer werken en ik ga deze dichtplakken. Hier, een beetje op die vlekjes. En dan gaan we ook nog deze muur dezelfde kleur als de plinten verven. Een paarse kleur, kadekleur. Dus ik ga jullie even een beetje een before laten zien. Het wordt dezelfde kleur als die. We gaan deze muur schilderen en die. Holy shit, de eerste muur is gewoon af. Ik kan het echt niet geloven en het is echt heel mooi. En nu ga ik aan deze muur beginnen. Jongens, ik ben klaar met mijn muur. Ik ben heel erg blij dat dit stuk af is. Het is gelijk een stuk anders. Hi allemaal, het is vandaag 21 augustus, zondag. En ik wilde jullie nog even het eindresultaat laten zien van de plinten achter mijn kast. En ik wilde jullie nog even het eindresultaat laten zien bij mijn bed. Nou, papa heeft uiteindelijk ook nog een derde laag gedaan. En dit is het eindresultaat bij mijn bed. Het is echt heel anders. Het geeft enorm veel diepte de kleur. Zoals je ziet, het geeft gelijk wat meer diepte. Dus ik ben heel erg blij met het resultaat. En diezelfde dag besloot ik om mijn ladekast te verplaatsen naar de rechterkant van mijn kamer. Dus dat zien jullie hier. En dan heb ik hier nog een stopcontact. Hi guys, het is vandaag dinsdag en vandaag is mijn nieuwe bureau aangekomen. Hij staat nog niet. Ik ga nu een before filmen, een goede before. Hi jongens, het is vandaag maandag 26 september. Ik wilde vanochtend eventjes mijn bureau verschuiven naar een andere plek om gewoon te kijken hoe het staat. Hi, het is donderdag 8 december en ik heb voor Sinterklaas lichtjes gekregen. Deze lampjes. Dan kan het er niet meer uit. Jawel, oh. Maar dan blijft er een gat over. We beginnen hier rechtsboven. Oh, het ziet er gelijk al gezellig uit. Even kijken. Nou, we doen gewoon zo. Ja. Nee, zo doe je het dus niet. Oh nee, wacht. Is dit al goed? Ah, dit is ook niet zo mooi. Iets strakker moet het. Strakker? Oh. Ja, het moet strakker. Ja. Mama gaat met tijripjes proberen het vast te maken. Wow. Ik weet niet waar die heen vlag. Oh, ik ook niet. Dit is mooi. Ja, I like it. En dan is het nu wat witter dan normaal. Op naar het volgende project. Wow. Kijk, daar is een hoofd van afgesneden. Het is vandaag zaterdag 24 december. Nou, dit is ten eerste de fotocollage waar ik de foto's in ga doen. Dus we gaan nu even de foto's uitzoeken die goed zijn. En dan gaan we ze dus
in deze fotocollage doen. Je gaat er wel voor zorgen dat mijn hoofd er mooi op zit, hè? Ja, precies. Ja. Kijk wat het is. Ja, 3, 2, 1. Die is prima. Huh? Oh, het glaasje zit niet goed. Oh jee. Nou jongens. Nou, hij hangt. Het is vandaag 25 december. Ik heb net wat cadeautjes gekregen. Onder andere een pennenbakje. En een geurkaars. Daar gaan nu al mijn stiften, fineliners en potloden in. Dus dat ga ik nu even regelen, want dit ding ga ik dan wegdoen. Dan gaan deze boekjes ook in de andere la liggen in creatief spul. Dus dit is nog een laatste view en deze gaat dan ook weg. En deze potloden komen dan in het pennenbakje te staan. Dus dan is nu mijn pennenbakje compleet. Nou, en dan ga ik afscheid nemen van dit ding na weet ik veel hoeveel jaar. Het is vandaag 7 januari en mijn vader en ik gaan even naar de Xenos om te kijken voor een waterrek, want dat wil ik in mijn kamer hebben. Ik ben er terug. Ik heb niks gefilmd, dat spijt me. Maar ik heb voor mijn kamer op de muren heb ik zulke wandrekken gehaald. En dat ga ik dus op mijn muren hangen. Ik heb er 2. Op deze muur. Dus waarschijnlijk krijg je straks ook een hele kleurrijke kamer. Wauw. Dat ziet nu gewoon zoals normaal. Ja, volgens mij wel. Oh. Dit is waar het dingetje gaat hangen. Het ultieme moment. Nee, dat is toch niet waar. Hij hangt. Ik ga even aan jullie laten zien, want ik heb mijn lamp. Ik heb hiervoor de Wish app. Dus bijvoorbeeld nu heb je daglicht en dat kan je koeler maken of heel warm juist. En dan kan je de helderheid ook veranderen. En je kan dus ook nog allemaal andere dingetjes. Als je bijvoorbeeld deep pink wil, dan wordt die helemaal roze. Ja, ik ben echt heel blij met de lamp. Dus dat is wat we vandaag hebben gedaan. Hi jongens, ik ben nu bij een winkel en we zijn aan het kijken voor gordijnen. En ik ga voor deze, gewoon rails. Dat is deze. Dit is de goede kant. Wauw. Deze. Nou, die vind ik iets minder. Maak er even een opname. Ja, die vind ik nice. Het wordt wat chiquer. Tot nu toe is deze mijn favoriet. Helemaal happy. We zijn nu aan het meten voor het gordijn. Dan hangt hij net van de grond. Is niet van jezelf. Nee, van Pinterest. Hallo, hallo. Het is vandaag 11 februari, zaterdag. Ik heb bij de kruisvat heb ik mijn foto's laten uitprinten. En ik ga die foto's zo direct hangen in mijn wandrek. Nou, deze van mezelf vond het licht gewoon echt heel mooi. En deze, gewoon een soort quote die je gewoon altijd moet onthouden van... Alles gaat over je manier van denken. En nu ga ik ze ophangen in mijn wandrek. Ik ben echt niet normaal blij met hoe het eruit ziet. Ik heb ook hele leuke lichtjes opgehangen. Dat is al een tijdje terug. Maar ik dacht, ik ga dat niet apart vertellen van yo, ik heb lichtjes opgehangen. Nou, dit is het gordijn. Ik ga het nu even openmaken. Nou, dit is de doek. Superleuk. En het is doorschijnend. Nu eventjes een soort unbox-achtig. Het zit hier aan een soort hanger of zo, kledinghanger. En dan is hier het gordijn. Oké, jongens, het is vandaag maandag
En ik ga jullie even het gordijn laten zien in het zonnetje. Nou, zo ziet het gordijn eruit. Het heeft ook een leuk structuurtje. En het zit aan een, aan rails. We gaan hem nu dicht doen. En dan verstop ik hem achter de kast. Dus het zit zo. En dat was het weefgordijn. Nou jongens, ik ben nu bij de Xenos. En ik ben aan het kijken voor de panddecoratie. Hier hangen allemaal spiegels. Hi allemaal, het is vandaag 5 mei, dus bevrijdingsdag. En ik ga nu een spiegel ophangen. Die ligt hier op de grond. En die ga ik hier ophangen. Dus ik ga even een spijker in de muur slaan en dan hangen we de spiegel op. Nou, mijn spiegel hangt. Ik vind het echt er heel leuk uitzien. En hij is gewoon leuk, want geel, dat is een comprimerende kleur met paars. Ja, matcht gewoon goed met mijn paarse muur. Wat ik nu nog ga veranderen aan mijn kamer is dat ik daar zo in dat hoekje een chillstoel ga neerzetten. Ik wil misschien nog hier een plant. En aan deze muur wil ik ook nog wel iets hangen, want hij is een beetje kaal. En ik realiseer me ook dat ik echt al bijna een jaar bezig ben met mijn kamer veranderen, sinds juli ongeveer. Het gaat zoals het gaat. Ik loop letterlijk niet achter in mijn leven met dat mijn kamer veranderen al veel eerder had kunnen klaar zijn. En als dat wel zo was geweest, dan hadden die gedachten al wel opgekomen. Maar dat is niet gebeurd, dus ja, dat wilde ik even zeggen. Een meter past hier. 10 of 1 meter in de lengte en 50 centimeter in de breedte. Oké, we hebben net de doos opgehaald. Hij is best wel groot. En dan gaan we hem zo in elkaar zetten. Nou, het laatste shot van dit plekje. Nou, hij zit lekker. Nou jongens, hij staat. Hij is best wel groot. Groter dan ik had verwacht. Dus ja, dit wordt mijn nieuwe chill plekkie. Ik heb hier het stuk wat eigenlijk op mijn bureau gaat. Ik zou zeggen, dit is nice. Volgens mij staat het best keurig. En ik had ook nog deze leuke plantjes gekocht. Dus die ga ik nu even open scheuren. Beter zijn ze apart. Oh, dit vind ik wel cute. Ja. Ik heb ook 2 nieuwe plantjes gekocht. Deze grote. En deze hangplant. En ik wilde jullie nog eens laten zien wat ik heb gekocht. Namelijk een soort kapstok. Ik wil dus op die muur. Deze muur is nog kaal. En ik heb daar tasjes hangen. Maar die hangen daar niet zo mooi zoals je ziet. Dus ik kwam bij de IKEA en ik zag dit en ik dacht, nou, dan kan ik dat er mooi aan ophangen, want ze verdienen wel een beter plekje. Dus dat is gewoon super handig. En ik denk dat ik vanavond dit ga ophangen met mijn vader, want die is nu boodschappen doen. Gaan we de tasjes ophangen. Ja, Oké, jongens, het is vandaag zondag, 6 augustus. Ik wil nog iets veranderen aan deze hoek, want ik weet niet wat het is, maar ik weet niet. Ik voel de vibe nog niet echt, sowieso. Dit heb ik gewoon even neergezet. Staat nu zo. Ja, het is gewoon eventjes weer verschoven. Ik weet gewoon niet wat ik wil. Oké, ik heb toch weer even wat verschoven. Namelijk, ik heb dit zo verschoven. En deze staat nu hier, want het is een perfect plekje. En mijn moeder zei dat die wel weer daar kan staan, want dat geeft toch het betere effect. En wat ze ook nog heeft bedacht, wat ik ook niet had gezien, is dat deze hoeft niet per se weg. Maar de bak, die kan zoals je ziet vervangen worden. En dan kan daar
die gouden bak in. Dus dat is echt super handig. Dus laten we dat even gaan doen. Oh mijn god, het past. Oh mijn god, het past. Toch? En dan kan mijn plant, die nu hier staat, kan misschien daarop, zodat het mooier is. Staat hij leuk? Hij staat best wel leuk. Negeer deze rotzooi maar. Ik vind het best wel mooi eigenlijk. Ik kijk nog wel even. Vrijdag 11 augustus ging ik mijn roltafel ophalen. Ik wilde nog iets naast mijn bureau hebben, maar dat had ik niet tegen jullie verteld. Dus hier zien jullie hem en hoe ik hem in mijn kamer ga plaatsen. Zoals jullie hebben gezien heb ik vandaag deze roltafel opgehaald bij iemand in Amsterdam. En nu ga ik die indelen wat allemaal op mijn vensterbank staat. Dus een paar spulletjes hiervan, die ga ik gewoon in deze bak doen. Oké, zoals jullie zien heb ik het een beetje ingedeeld, maar dit is niet wat het voor altijd gaat blijven. Want die kaarsjes staan daar nu gewoon even, omdat ik niet weet wat ik ermee moet. Als het winter wordt, dan ga ik ze pas weer in mijn kamer zetten, want eerder heeft toch geen zin, want dan schijnt de zon de hele tijd. En ik ben toch 2 weken zo direct straks op Curaçao, dus mijn doel dat deze kamer af is voor Curaçao is niet heel realistisch, denk ik. Dus mijn kamer is nog niet af, maar dat komt wel. Ik ga denk ik gewoon na Curaçao er weer aan verder, denk ik, want ik denk dat ik juist op Curaçao even rust heb, even inspiratie misschien op kan doen. En als ik dan weer terug ben, dan weet ik misschien weer wat ik wil of zo. Dus ja, voor nu is dit even het laatste beeld. En dan zie ik jullie weer na Curaçao, denk ik. Vandaag is het dinsdag 29 augustus. En ik heb dus niet mijn kamer af voor Curaçao. Maar dat maakt niet uit. Mijn vader die gaat nu eventjes dat snoer voor de speakerbox gaat hij even verlengen. En zorgen dat hij wit wordt. Want dan kan hij achter mijn kaptafel door zonder te zien. Om op te doen. Oké, jongens, inmiddels is deze speaker ook af. Hier loopt het zo, loopt het daarachter met zo'n wit touwtje. Die loopt hierachter weer langs en die komt dan hier er weer uit. En deze heb ik nog eventjes opgeruimd, zoals jullie een beetje zien. Dus, dat waren de laatste 2 dingen die ik naar Curaçao nog wilde doen. Morgen laat ik After zien. En ja, dat. Dus, tot morgen! Hi guys, het is vandaag zaterdag 2 september en ik heb mijn kamer af. Eigenlijk al een paar dagen, maar ik had nog wel dingen verplaatst en toch nog wel dingetjes veranderd, wat kleine dingetjes. Dus vandaag ga ik jullie echt het eindresultaat filmen. Ik heb er super veel zin in en let's go! Nou, ik ben heel blij met hoe mijn kamer is geworden. Ja, dit was mijn kamerverandering video. Echt insane dat het gewoon af is. Bedankt voor het kijken. Super bedankt. Waarschijnlijk is het echt een lange video geworden van 1,5 uur ongeveer. Of korter, ik hoop korter. Ja, ik hoop dat jullie deze room makeover leuk vonden om naar te kijken. En comment deze emoji als je tot het einde bekeken. Dan wens ik je nu een fijne dag of een fijne avond. Of ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad. En tot de volgende video. Doei!